Op het militaire ereveld Grebbeberg worden sinds 1946 regelmatig militaire herbegraven die elders in Nederland zijn gesneuveld en in familiegraven rusten. Maar vooral is het ereveld de laatste rustplaats van Nederlandse militairen die sneuvelden in de meidagen van 1940. Meer dan 400 van hen vielen in de strijd om het zuidelijkste deel van de Grebbelinie. Ze zijn begraven in de grond die ze met hun leven hebben verdedigd. Eén van hen was dienstplichtig soldaat Gerard Michelbrink. Zijn broer kan zich de laatste keer dat hij hem zag nog goed herinneren. Sinds mobilisatie, 8 maanden lang, was hij dus in dienst. En kwam af en toe met weekendverlof. En als hij thuis kwam, gaven we hem allemaal een hand. En als hij wegging ook. Maar de laatste keer dat het was 1 of 2 weken voor het uitbreken van de oorlog. Toen miste ik het afscheid, toen hij wegging. Ik was buiten aan het bezig. En ik zag hem pas toen hij al 100 meter weggefietst was. De Grebbelinie was belangrijk in de verdediging tegen de Duitse troepen. Voor de linie wordt het land onder water gezet. Maar tussen Wageningen en de Grebbeberg kan dat niet. Het is de zwakste plek in de Grebbelinie. Op 10 mei 1940 beginnen de Duitsers de aanval. In het voorterrein dat niet onder water staat bevinden zich de Nederlandse stellingen. Daar vecht ook soldaat Gerard Michelbrink. Hij toont volgens zijn broer moed door een witte overgavevlag weg te halen bij een Nederlandse stelling. De commandant Major Blom wilde die vlag weg hebben, want die zou betekenen dat zij ook de strijd moesten staken. Zo waren de regels. En dat wilden ze niet. Dus die vlag moest weg. Er werd een vrijwilliger gevraagd en dat werd weer Gerard. En die kroop onder de hagel van kogels en granaatschermen door naar die stelling. Haalde de vlag weg en kwam ongedeerd terug. De strijd gaat door. Zijn broer beschrijft hoe soldaat Michelbrink, de sergeant-majoor Blom en 12 andere soldaten in deze groep in hun stelling nu ook in de linkerflank onder vuur worden genomen. Ze werden van links beschoten met een mitrailleur en de commandant, majoor Blom, vroeg een vrijwilliger om bovenover de grondwering, zijwering te schieten. En dat werd Gerard en via een opstap kon hij boven die zijwering uitkomen. Iemand stak wat opzij een helm omhoog om die Duitser wat af te leiden. En toen heeft Gerard die op de korrel genomen en na elk schot zei hij, die staat niet meer op, majoor. De Duitse aanvalsgolven zijn, al dus zijn broer, zo hevig dat de sectie van soldaat Michelbrink zich in hun stelling moet terugtrekken. Ze hebben alleen nog een kistje met handgranaten. Als ook die zijn gebruikt, besluit de majoor Blom de weerstand te staken en zich over te geven. Het is dan 11 mei, 6 uur 's avonds. Toen hebben ze besloten zich over te geven. Ze hebben gezwaaid met een witte doek. En onmiddellijk sprongen de Duitsers in de stelling, achter in de stelling. En begonnen de soldaten naar buiten te drijven, schreeuwen van hende hoog, raus. En rammen met hun geweerkolven. Ja, en de eerste 2 die met de handen omhoog naar buiten kwamen, werden neergeschoten. En Gerard was de eerste. Gerard Michelbrink was 22 jaar toen hij werd neergeschoten. De overgebleven Nederlandse soldaten van zijn sectie worden door de Duitsers gevangen genomen. Ze marcheren de volgende dag via Arnhem af naar Zevenaar. Vandaar gaan ze naar een krijgsgevangenenkamp in Duitsland. Maar bij de doormars in Arnhem werden ze omstuurd door burgers die hun van alles toestopten. Sigaretten, chocola en nog veel meer. Maar die burgers namen ook briefjes aan van die leeft nog en die is gesneuveld. En via is dat bericht dus bij ons terechtgekomen. Het moet een paar dagen later geweest zijn. Dat een onbekende op de fiets bij ons kwam. En mijn vader was aan het werk op het land. En die kreeg toen dat bericht dat Gerard gedood was. Gerard Michelbrink is gevallen op 11 mei 1940.
De strijd om de Grebbeberg duurt tot en met 14 mei. Het Nederlandse leger trekt zich in de nacht van 14 op 15 mei terug. Na het bombardement van Rotterdam is de Nederlandse capitulatie een feit. Het zal tot na de oorlog duren voordat Karel Michel Brink een bezoek kan brengen aan het graf van zijn broer Gerard. Moet ze in 1945 geweest zijn dat we dus uitgenodigd waren voor een plechtigheid op het Grebbekerkhof. Dan naartoe gebracht zijn met meer mensen uit die streek. Onder andere een soldaat Noorden die tot dezelfde groep had behoord in 1945. Van die plechtigheid herinner ik me heel weinig, alleen dat we daar uren moesten staan en dat je daar nogal niet lekker bij voelde. Maar op de terugweg zijn we langs die plek gegaan waar die stelling geweest was. Die was er niet meer, was niet meer van te zien. Maar Noorden wist dus een plek aan in die boomgaard waar die stelling gelegen had. En toen we daar stonden kwam boer Schut erbij staan. En Noorden zei tegen hem, dat is de vader van Michel Brink. En toen vertelde Schut dat hij Gerard nog had zien liggen. En hij zei, hij moet wel onmiddellijk dood geweest zijn, want borst van voren was helemaal vol bloed. Soldaat Gerard Michel Brink krijgt voor zijn aandeel in de strijd op de Grebbeberg postuum de hoogste militaire dapperheidsonderscheiding. Op 14 mei 1946 neemt vader Michel Brink op het ereveld Grebbeberg uit handen van prins Bernhard de versiersel in ontvangst van de militaire Willemsorde. Karel Michel Brink koestert dierbare herinneringen aan zijn broer Gerard. Ik was nog jong, 7, 8 jaar misschien, voor de oorlog dan. Dan lag je s'avonds in bed en dat was op een zomeravond. Lag ik in bed en hoorde ik Gerard buiten bezig de koeien van de wijn naar de stal te brengen. En daarbij een lied fluiten. En dat geeft een bepaald gevoel. Mensen praten wel eens over avondvrede, dat soort dingen. Maar zo voelt het bijna op zo'n moment. Het verlies van zijn broer Gerard, gevallen op de Grebbeberg, zal Karel Michel Brink altijd bij zich dragen. Er gaat geen dag voorbij of hij denkt aan hem. Met weemoed en verdriet om het verlies van een jong mensenleven. Dat intense medelijden dat je voelde toen, van kreeg dat schot, lag daar. Niemand bekommerde zich om hem. En daar blijf je bij. Dat het helemaal geen sneuvelen was tegen een gevecht. Maar gewoon moord op een weerloze gevangene met de handen omhoog. Dat hem dat moest overkomen, dat maakt het dan nog een heel stuk erger. Maar daar blijf je bij, je hele leven.